Jarin Post en Wijnen de Boer, de open assen winnen. Nou, jullie zijn al een tijdje bezig samen onderweg, maar nu echt iets winnen, dat moet toch wel heel lekker zijn. Dat is fantastisch. Maar niet verwacht, maar toch gewonnen. Dus dat is wel even lekker dat het ook een keer gewoon mee zit. Dat je net even die gelukjes hebt. Gewoon gewonnen, dat is heel fijn. Hoe is het nou om met Jarin te gooien? Hij gaat natuurlijk zelf heinen en verre af en dan trekt hij jou mee. Hoe is dat? Ja, je moet altijd even je kop maar even vinden natuurlijk, weet je wel, dat je een tijdje gooit samen, weet je wel. Maar als je samen op een gegeven moment bezig bent, weet je, gaat het gewoon fantastisch. Weet je, hij gooit zoveel toernooien, zoveel ervaring, weet je, gewoon fantastisch. Hij gooit zo makkelijk, zo lekker weg. En het is gewoon leuk om mee te gooien. Begin van de avond sneuvel al wat favorieten, Van der Velde en Jansen gaan er vroeg uit. Jullie fietsen er eigenlijk vrij makkelijk doorheen tot de halve finale. Dan komen jullie wat aan het wankelen, maar toch trek je er overheen. Ja, de route breekt heel makkelijk open voor ons. Wij hebben natuurlijk ook wel in de gaten en alles wat naast ons gebeurt verliest. De grote namen, om het zo maar te zeggen. Dan weet je gewoon, als je een beetje serieus bent, dan ga je wel gewoon winnen. En als je kijkt naar die finale. Jullie beginnen heel goed, dan gaan jullie wat wankelen. En dan hebben jullie eigenlijk alles in handen. En dan begint eigenlijk het hele spel weer opnieuw. Jullie gaan weer wankelen. Hoe komt dat? Ja, op dat moment weet je wel, denk je van, ik met mijn eigen ervaring kan het wel brengen, maar dat lukt niet. En dan moet ik van jaren afhankelijk zijn. En dat lukt op dat moment. En dan, dat is gewoon, daardoor ben je koppel. Bij 4-3 stond je met je hoofd op de tafel. Jij dacht, dit was hem? Ja, ik had wel het idee van, nu gaan ze hem uitgooien. We hebben zoveel wedstrijdpijlen gemist, nu pakken ze hem. Zij missen en dan, dan hoop je natuurlijk dat je koppelmaat hem uitgooit. Dat gebeurt en dat is heel fijn. Hoe is het? Eindelijk een titeltje? Nou ja, eindelijk. Het is heel fijn om een titeltje samen met mij te pakken. Dat is heel fijn. En vooral hier. Dus het is gewoon even lekker om er weer voor het vertrouwen gewoon er even weer een titeltje bij te schrijven. Mannen, van harte gefeliciteerd. Dankjewel.